Al reizend door Tanzania stuit ik op een wel heel bijzonder project. Mensen hebben hier een manier gevonden om zo goedkoop mogelijk landmijnen op te sporen. In plaats van ingewikkelde machines en technieken gebruiken ze grote, harige buidelratten. Dit is de giant Gambian pouched rat. How do they detect? Nose. They have a great nose. And we train them from the beginning that when they smell TNT, they have to scratch. Scratch themselves? Yeah, they scratch on the ground. She knows it's there somewhere. How long does it take to train a rat? Oh, it depends, you know, it depends on the rat as well. Mm-hmm. It's very easy to see when she finds something. Yeah. Because she really goes around, tries to locate it. Daarna nemen ze me mee naar een laboratorium waar ratten worden getraind om tuberculose te detecteren. In 10 minuten kan een rat meer monsters testen op tuberculose dan een laborant in een hele dag. De rat is going to sniff all one by one. And when you can see a positive, you can show some different behavior like this one. Eén rat analyseert in 20 tot 25 minuten circa 140 monsters. 7. Yes. Als zelfs een rat in staat is om mensen te redden, wat kan er dan niet? Dit bijzondere verhaal neem ik mee achter op mijn tractor, helemaal naar de Zuidpool.